ons kindcentrum heet vanaf nu kindcentrum... Hoe? De Loft. Basisschool De Hoeve valt onder onderwijsgroep Kindante en is een van de oudste scholen in de regio. In het jaar 1867 stichtte dominee Gustav Hoever een protestants-christelijke school die tot vandaag bekend stond als Basisschool De Hoeve. Maar vanaf vandaag, 21 oktober, is de naam veranderd in De Loft. Ja, Alexandra, jullie zijn anderhalf jaar geleden verhuisd. De Gustav Hoever school is van de Kleine Steeg naar de Berkelaan gekomen en nu hebben jullie voor een nieuwe naam gekozen. Waarom is dat eigenlijk? Omdat we een kindcentrum gaan worden, of eigenlijk zijn geworden de afgelopen anderhalf jaar. Peuteropvang en BSO zit hier in Pandig. En gezamenlijk hebben we een nieuwe visie, een nieuwe missie vastgesteld. En daar passen voor ons gevoel ook een nieuwe naam bij. Dus dat is de reden dat we nu een hele nieuwe naam hebben. Ja, drie kenmerken hebben jullie. Ja, we hebben onze missie en visie zijn we gaan vormen rondom drie woorden. Respectvol, dynamisch en avontuurlijk. En ja, van daaruit willen we inderdaad met de kinderen vooral ook onze blik naar buiten richten. Naar de omgeving. We gaan eigenlijk heel veel buiten spelen, buiten doen. En ook veel gebruik maken van deze omgeving. We wonen hier aan een prachtig park. De school ligt aan een prachtig park. Daar gaan we zeker veel gebruik van maken. Natuurlijk ook met de hulp van de ouders. Daar moet je altijd ouders bij inzetten. Hè? En daar denken ze ook over mee hoe we dat gaan invullen. Hè? Dus het is niet iets wat we nu zomaar, maar dat gaat langzaam vorm krijgen. Samen met OR, met MR en ook met school. En het kind, ja, gewoon ook de kindpartner mag daarin meedenken. Wat is het grote verschil met jullie vorige locatie, de Kleine Steeg en deze hier? In de Kleine Steeg zat de kindpartner er niet bij. Dus wij zijn er hier pas bij gekomen en we zijn ook hier richting een kindcentrum gegaan. Hier gaan we dat eigenlijk pas echt vormgeven. Dat was echt een wens van zowel school als ook van de kindpartner om in school samen te gaan werken. En welke kinderen komen hier naar deze school toe? Waar komen ze vandaan? Voornamelijk uit deze wijk ook. En daar richten we ons ook op deze wijk. Dus daar komen de meeste kinderen vandaan. Ja, de kinderen ontvingen de naam ook met veel enthousiasme. T-shirts, ze kregen allemaal een tasje, de ouders kregen wat. Jullie gaan veel reclame maken voor deze nieuwe school. We willen ook heel graag groeien. Hè? Dat is natuurlijk de ambitie van iedereen, dus we gaan zeker veel reclame maken. Ja. En nu ook echt bekendmaken hoe onze werkwijze gaat worden. In de hoop dat het heel veel mensen gaat aanspreken. Ja, Bertie, sinds 1912 bestaat de naam Gustav Hoever School. En in 2021 verandert dat in De Loft. Waarom? Het verandert in De Loft, omdat we vandaag de dag niet meer alleen schoolonderwijs hebben en los daarvan peuteronderwijs of peuteropvang en buitenschoolse opvang. Maar dat we steeds meer gaan samenwerken met kindpartners, zoals wij hen noemen. En daarin samen gaan als een kindcentrum, waarbij je onderwijs en opvang gaat integreren. Waarbij we ook medewerkers met elkaar laten samenwerken of die samenwerking opzoeken. Ook gaan kijken, kunnen we in het aanbod dat we voor deze kinderen willen geven, kunnen we daarin nog breder gaan nadenken. En ja, als je dan gaat samenwerken en als twee organisaties bij elkaar gaat komen, dan is het bijna als vanzelfsprekend dat je dan ook als nieuwe organisatie samen verder gaat. En daar hoort een nieuwe naam bij. Ja, begonnen als een protestant. Christelijke school. Blijft dat wel gewaarborgd? Ja, in Nederland is het zo geregeld dat identiteit, zoals we dat noemen, aan een school gekoppeld is. En dat is ook niet zo eenvoudig om dat los te laten. Het hoeft wat ons betreft ook niet, omdat het verwijst naar waarden en normen die vanuit die kerkelijke gronden, zeg maar, binnen scholen ook in een tijd enorm belangrijk waren. Maar net zoals de katholieke scholen, zie je dat onderwijs belangrijker is geworden. En de godsdienst meer naar de achtergrond is verdwenen. Hè, dat we niet dat als een waarde minder erkennen, maar dat dat veel meer ook thuis hoort daar waar het thuis hoort. En dat zijn dan bij de kerken zelf die bij de godsdiensten horen. En wij hebben ook niet dat we alleen maar het protestant-christelijk zouden onder de aandacht zouden brengen. Maar ja, er zijn gewoon heel veel godsdiensten waarvan het belangrijk is dat kinderen daar kennis van nemen. Overigens is het wel leuk of goed om te benoemen dat de dominee Hoever, die de school gesticht heeft,
Daar is een stuk geschiedenis van beschreven in het boek toen de school zoveel jaar bestond. En die dominee die schreef over wat hij in de toekomst wilde in het onderwijs voor kinderen. Ja, dat zou zomaar passen in deze tijd. Dus hij was ook heel vernieuwend, heel ver vooruit zijn tijd. Dus ja, eigenlijk denk ik dat we prima in zijn voetsporen blijven volgen. We hebben alleen een ander tintje eraan gegeven. Vallen jullie onder Kindante, maar hoe onderscheidt de Lof zich van de andere scholen bij Kindante? Ja, we zijn natuurlijk vooraan in ontwikkeling. Hè. Ik denk in het onderwijs leer je op elke school dezelfde dingen. Wat heel bepalend is, is welk klimaat wil je neerzetten. Dus wie willen we met elkaar zijn? Daar zijn we heel erg duidelijk in. Hoe spreken we met elkaar? Welke taal gebruiken we? Welke sfeer willen we hier neerzetten? Maar ook vooral in welke vorm ga je het gieten? Hè. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat we beweging veel meer binnen de school willen hebben, of binnen het hele kindcentrum. Dat leren en leven niet statisch is, dynamisch is. En ja, dat kinderen niet alleen moeten zitten en iets moeten uitvoeren. Maar dat we vooral ook naar buiten moeten kunnen gaan en buiten naar binnen moeten halen. Dat is denk ik wel onderscheidend ten opzichte van andere kindcentra. Dus een nieuwe naam en met volle moed er tegenaan. En met heel veel plezier en heel veel passie. Ja. Ik kijk het in een beeld. Ik zou eigenlijk iemand uit de kast gaan.